Babel. 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 Goedemiddag, dames en heren. Welkom hier op Radio Babel. Ik heb de grote eer te spreken met Moomin. Goedemiddag en goedemiddag, heren. Ja. En ik ben blij om hier te zijn. En ik vind het een mooie kans om mijzelf te voorstellen. Mm-hmm. Ik kom uit Irak. Ik ben hier al 3 jaar. En ik heb een mooie tijd. Een mooie weer in België. Dat alles. Maar hoe lang ben je dan al Nederlands aan het studeren? Mijn eerste cursus was in vorige april. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat het... Want jouw moedertaal is Arabisch. Ja, mijn moeder... Je bent geboren in Irak. Ja, ik. Ja, dat is wel een heel groot verschil, hè, kan ik me voorstellen. Ja. Wat is, denk je, dan de moeilijkste klank vanuit het Arabisch met, naar het Nederlands? Met de u, il, ja. Mm-hmm. Boe. Maar nee, ik heb het idee dat je heel erg vlot, meer dan 60% al Nederlands spreekt. Je hebt een gedicht ook meegebracht in het Arabisch. Ja. Mogen we dat eens horen en dan kunnen we het daarna over hebben. Oké. حلم يجذبني تارة للماضي وأخرى يدفعني للأمام يراقب بصمت تخبطي بحثي عن الهدف المنشود أنا فتى البشرية الراغب بالأمان بأرض تجمعني مع إخوتي مع أناس أعرفهم ولا يعرفونني يعرفونني ولا أعرفهم لا يهم هذا ما دام الجميع معي يعيشون ويضحكون ويرقصون ثم العدل فاكهتنا اللذيذة إخاء لا حدود له فالأرض كلها موطن الآن وأنا من أنا أنا أنتم وكل أحلامهم وأحلامكم هنا في هذا المكان سيلتقي جميع المسافرين مع من أحبوا وما أرادوا هنا يرون روما وبغداد ويصاحب غوليفر السندباد حيث استغدو الفصول ربيعا واحدا وتكون الألوان جميعها لونا واحدا في بوتقة الأمم صهرت كل سجايا الصلاح ففاض منها طريق الخلاص وانعكست صورته في الوجوه نور يخرج من حنايا الروح الليل أوشك أن ينتهي ما عادت للظلمة يد طولة علينا أيتها الإنسانية هلمي إلينا فقد حرمنا منك أمدا طويلا. واو مومين دكيوال دكيوال بوريولي يا اك Aanvankelijk dacht ik dat het een liefdesgedicht was, omdat je mij heel lieflijk diep in de ogen keek. Dat konden de mensen hier natuurlijk op het plein niet zien. Maar er kwam steeds meer kracht in en vurigheid. Ik heb geen idee waarover het ging. Ik verstond eigenlijk alleen het woordje Bagdad. Ja. Kan je ons iets vertellen waarover dit gedicht ging? Ja, dit gedicht over een kind of een man zoekt over... vlugheid en mensheid en hij hoopt dat in een land vinden en hij vindt hij heeft deze gevonden en de beste dingen hij zal met een nieuw mensen kennen en met en deze mensen leven, lachen, dansen. En gewoon de gerichtheid is onze lekker fruit. Wat was dat laatste? Gerechtigheid is ons lekkere fruit? Ja. Het gaat over het belang van gerechtigheid. Ja. Mm-hmm. En ik kom hier met veel dromen. Niet mijn alleen dromen, mijn familiedromen. Mijn dromen van mensen, ik ken hen. Zij kennen mij en in deze plaats, België, veel mensen wil ontmoeten, reizigers,
en zullen met elkaar ontmoeten. En in deze plaats zal ik Rome en Bagdad zien. En ook met Sindbad en Gulliver. Betekent ontmoet tussen het west en oostelijk en westelijk. Was dat een uitdrukking tussen Sindbad en? Gulliver. Gulliver? Ja. Gulliver. Ah, Gulliver. Ja, 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 Gulliver. Ja, ja. En ik wil met Van de Nations smeltkruis. Mm-hmm. En voor om te onze weg te gerecht. Gerechtigheid. Ja, ja, gerechtigheid. Ja. Wat is ben je uit Irak vertrokken ook omwille van de oorlog? Ja, oorlog en slechte situatie. Mm-hmm. En ja, en eigenlijk gaat het gedicht ook een beetje over jou dan. Het is ook een kind dat eigenlijk vertrekt en op zoek gaat naar gerechtigheid en een betere toekomst. Ja, dat waar. Want ik heb jou nog een hele belangrijke vraag niet gesteld. Het gedicht dat je voorlas, is dat een gedicht dat jij hebt geschreven? Ja, ik heb geschreven. Vandaar dat je het ook zo vol verve kon brengen. Ja. Ja. Die poëzie leeft ook aan jou, want jij wordt misschien ook of bent nu al gedichten aan het schrijven. Hopelijk kan jouw poëzie ook vertaald worden naar het Nederlands, zodat wij er ook mee van kunnen genieten. Ik zou dat geweldig vinden. Moumim, die in de hele wereld woont, hartelijk dank voor je prachtige gedicht en om hier de allereerste gast te zijn om de spits af te bijten. Dat is toch de uitdrukking, hè? Hier op Radio Babel. Dank je wel. Dank je wel. Babel. 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 Babel.